Goedendag jongens, ik ben Bart Hoes, consultant van Avetkaap Benelux. In deze video ga ik jullie 5 tips geven waarmee jullie ook in de winter aan de slag kunnen om op Kuiper te vissen. De eerste tip, locatie. Probeer een makkelijk water te zoeken met een groot bestand. Niet direct een klein bestand met grote vissen, maar ben in de winter content of tevreden met ook een kleinere vis. Gebruik weinig voer. Vooral licht verteerbaar voer. Denk hierbij aan hennep, licht verteerbare boelies, maïs of zelfs maden. Als tip 3, verzorg jezelf. Denk hierbij aan eten, drinken, warm drinken, een warme tas koffie of een warme tas chocomelk doet zeker deugd en zorgt ervoor dat je het door de dag kan volhouden. Ook eten, niet onbelangrijk. Sla je hoofdmaaltijden niet over. En gebruik regelmatig een snoepje of een wafel om je energie aan te vullen. Tip 4. Gebruik warme kledij. Want als je het koud hebt, dan ga je het zeker echt niet volhouden. Dus waterdichte kledij, winddichte kledij. Het belangrijkste is eigenlijk dat je het zelf volhoudt en dat je het zelf leuk blijft vinden. Tip 5. Misschien nog wel de belangrijkste. De vissen zijn in de winter heel traag, dus ze zwemmen heel traag als ze al zwemmen. Dus geef het ook de tijd. Het kan zijn dat de vissen maar één keer in de 36 of 48 uur eens een half uurtje azen. Dus vooral locatie, zoeken naar de vis, om de 2 uur zijn hengels terug opnieuw ingooien, andere locaties proberen en dat gaat zeker leiden tot succes. Ik hoop dat jullie iets gehad hebben aan deze 5 tips. Probeer ze in de praktijk om te zetten en vang zeker een vis in de winter, want je weet, in de winter telt elke vis dubbel.